het was door tegenwind natuurlijk eigenlijk een rustige start met een grote groep. En ja, hier draait het strand natuurlijk continu. Dus het was na een tijdje merk je van, het begint nu echt een beetje op de kant te komen. Het achterste stuk met de palen. Moest je naar de duinen door het losse zand. Ja, dan weet je gewoon, de koers gaat beginnen. En toen eigenlijk, daar brak het gelijk. En dan heb ik me nog wel een beetje op het gemak gehouden. Want ja, je moet eigenlijk nog een keer terug met al die tegenwind. En daar sloot een tijdje telkens groepen aan. En toen na de tweede ronde begon het spel weer opnieuw. Hetzelfde liedje. Naar het keerpunt toe rijden met de groep weg. Op het keerpunt toe kan ik me losmaken met Jasper. En toen met meewind naar de finish toe. En voor mij focus op de sprint. En gelukkig komt hij afmaken. De man van Ties, wie gaat het worden? Eén van die twee mannen. Het is Daan van Sint-Maartenzijn. De nieuwe nationaal kampioen. Voor Jasper Okkeloen. Ik was gisteren nog kleren ophalen bij de service koers van Beat. En toen lieten ze nog even al rood de blauw tenuutje zien van de gravel kampioen. Toen zeiden ze van, zou jij ook wel mooi staan. Dus ik had het al een beetje kunnen voorstellen. En het is toch fantastisch om het dan af te maken. En dan dat volgende week in principe ook in die rood blauwe trui in de start te staan.